Luisa, wat doe je jezelf aan? Ja, wat doe ik mezelf aan? Ik heb nog nooit een sportschool van dichtbij gezien of gebokst. Ik weet niet eens hoe je een vuist maakt. Ik ben meer van het haren trekken en bijten. Ja, haren trekken en bijten, dat mag niet, hè? Nee, dat mag niet, nee. Dus dat wordt een ding. Dus wat ga je doen dan? Ik moet nu slaan met mijn handen. Hoe train jij hiervoor? Ja, 2 keer op een dag en veel sparren. Ja, daardoor leer je het meest, vind ik. Dit wordt een beetje echte meisjes in de ring, zo. Ja, een beetje, ja. Ja, zet me maar in een jungle met 12 meiden, dat doe ik liever. Doe je dat liever, ja? Ja, als je me nu belt, ga naar de jungle, zeg ik meteen laat dat boksen maar zitten, denk ik. Ik vind het toch een beetje moeilijk om dat serieus te nemen of zo. Ja, het was heel onserieus als een stare down. Maar ik denk op het moment dat zij een klap krijgt, dat ze die knop omdraait en echt gaat vechten, denk ik. Ja, ik heb al van die leuke verenpakjes gezien met glittertjes en zo. Dus ik ben nog wel aan het kijken voor een leuk outfit, ja. Ik ben wel altijd iemand, als ik ergens aankom, wil ik meteen shinen. Tasje erbij, van Le Croix of zo, ja. Kun je ook mee slaan? Ja, dat kan. Jamila, jij doet mee aan de categorie BMF. Wat is dat? Nee, die ga je er niet in zetten. Ja, maar wat is het? Dat is gewoon een vraag. Ik dacht eerst bitches, maar het is volgens mij baddest motherfucker. Ik onderschat je niet, ik ben alleen beter. Dat is het ding. Als jij dat denkt. Als ik iets tegen je zeg en jij staat daar als een of andere verlegen poppetje, ze zei ook gewoon niks terug. Ik denk, wat is dit? Eerder dit jaar heb je besloten om je borsten en je kont te verkleinen. Gaat dat je helpen in de ring? Dat gaat zeker helpen. Ja, ik ben blij dat ik de keuze heb gemaakt door mijn borsten en mijn billen klein te maken. Want ik ben veel lichter op mijn voeten. Ik kan veel makkelijker en sneller bewegen. En dat heb je wel echt nodig in de ring. Ik heb het gedaan omdat ik op een gegeven moment merk dat ik heel veel mijn evenwicht kwijt was. Ik was ook heel erg zwaar doordat ik mijn borsten en mijn billen had. En nu dat eruit is, heb ik ook meer zin om gewoon te sporten, meer te bewegen. Ik heb meer zin in het leven. Hoeveel kilo ben je kwijtgeraakt daardoor? Bijna 20 kilo ben ik kwijtgeraakt. Ja, ja, dat is echt heel erg. Het is wel heftig hoor. Maar ik was wel echt heel zwaar. Ik heb me nog nooit zo zwaar gewogen. Ja. Ik ga winnen. Ja, ik ga wel mijn best doen. Laat eens even je meest sportieve houding zien. Oh, pak even mijn tasje. Ik heb nog nooit een vuist gemaakt. En ik heb geen nagels. Ik voel me zo kaal.